Een aantal weken geleden waren we op de koffie bij burgemeester Han Weber om te praten over corona in Zuidplas. We zijn nu een aantal weken verder en gaan wederom langs om te praten over de situatie hier in Zuidplas. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe gaat het in Zuidplas? In Zuidplas ook hier nog steeds een toename van het aantal besmettingen. Dus alle reden om de afgesproken maatregelen van afgelopen week van het kabinet ook hier echt goed in acht te nemen. Ja, de trend die we zien in Nederland en bijvoorbeeld in de grote steden als Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, is dat eigenlijk dezelfde trend die we in Zuidplas zien of is die toch lager? Nee. Het is dezelfde trend. Sterker nog, we hebben natuurlijk afgelopen weken, voorop gelopen in het aantal besmettingen. Ja. Al die ontmoetingspunten waar je elkaar dus makkelijk treft, zoveel mogelijk uitsluit. Dus dat betekent geen horeca, maar betekent ook helaas effecten voor de sport, voor cultuur. Nou ja, voor al die sectoren die overigens daarmee wel hard getroffen worden. Maar ik vrees dat corona het nu echt even nodig heeft om het aantal besmettingen naar beneden te brengen. Ja. Want anders zijn we straks nog verder van huis. Ja. U bent een aantal dagen geleden langs geweest bij de voetbalvereniging in Zevenhuizen, VW Groeneweg. Hoe gaan hun om met zo'n situatie? Nou, zij vinden dat natuurlijk lastig, maar gegeven de omstandigheden vind ik dat zij verstandige dingen doen. Dus zij maken ook gebruik van een slimme app om je bij de poort even te melden. Dus dat ze weten wie er binnen is geweest. En als er dus ooit problemen zijn, dat ze snel mensen kunnen waarschuwen hoe het misgaat. Ik zie vervolgens mensen echt op afstand daar werken. En ja, het is nu zelfs alleen de jeugd natuurlijk die nog daar lekker aan de gang is. De regels die nu van kracht zijn, die zijn voor een periode van 4 weken. Wat is uw inschatting? Wordt dat verlengd? Of gaan we dat redden met 4 weken? Hoe kijkt u daar tegenaan? We verwachten, verlaat ik me ook maar op de deskundige, zegt iedereen van nou, we moeten er rekening mee houden dat we in ieder geval voor langere tijd met beperkingen te maken hebben. Ja. Of dat dezelfde zijn zoals we ze nu vandaag kennen. Ja, dat hangt er vanaf. Maar nogmaals, we hebben het eigenlijk in hoge mate zelf in de hand. Ja. Want als wij echt die afstand houden, dan zou het goed moeten gaan. Als wij maar keer op keer die handen wassen, zodra we thuiskomen, in de winkel zijn geweest, meteen die handen wassen, dan zou het aantal besmettingen al minder zijn. Ja. Want vergis je niet, het belangrijkste besmettingsbron op dit moment is en blijft al die weken in de huiselijke kring. Ja. Dus daarom ook helaas de oproep van het kabinet om ook het aantal mensen dat je thuis ontvangt te beperken. Ja. Dus ook mijn oproep aan de mensen in Zuidplas is, ga nu alsjeblieft niet thuis feestjes vieren. Want we houden dan met elkaar die besmetting in stand. Ja. En daarmee de maatregelen waar we allemaal van balen, denk ik. Ja, we zitten nu al best wel lang in de situatie met corona, zeg maar. Het was februari, maart dit jaar toen het Nederland binnenkwam. Een persoonlijke vraag. Wat mist u persoonlijk en dan niet in uw vak nou het meest? Ja, de ontmoeting gewoon met mensen. Ja? Ik hou van gezelligheid. Ja, en dat brengt echt gedoe met zich mee. Ja. En zeker nu de komende weken betekent het echt ook je daarin beperken. Dus grote groepen bij mij thuis aan tafel zul je niet aantreffen. Dat kan even niet. Maar kleine groepjes, dat kan gelukkig wel. Dus laten we de gezelligheid maar even in die hele kleine kring zoeken. En dan komen we vast die week ook wel weer door. Ja, zo is het. Nou, dank u wel en heel veel succes.